Zelfmoordpreventie is een cruciaal nijpend punt. Daarom wordt elk jaar op 10 september Wereldsuïcidepreventiedag herdacht. Deze dag staat in het teken van bewustwording en ondersteuning voor mensen met suïcidale gedachten. Het roept op tot samenwerking om taboes rond mentale gezondheid te doorbreken en meer openheid te creëren. President Chandrika Prasad Santokhi roept via social media op tot openheid over mentale gezondheid op Wereldzelfmoordpreventiedag en benadrukt dat zelfmoordpreventie een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het staatshoofd pleit voor meer inzet van empathie en communicatie. Praten kan helpen bij het vinden van oplossingen en het verlagen van spanning. De president dringt erop aan om de taboes rond mentale gezondheid te doorbreken. In Suriname moet iedereen zich veilig voelen om over zijn mentale welzijn te spreken. De samenleving moet een ondersteunende omgeving creëren voor iedereen die zich eenzaam voelt in zijn strijd. De president roept op tot samenwerking voor een samenleving waarin hoop en ondersteuning centraal staan. Niemand staat er alleen voor. Aldus president Santokhi.